Samen voor de Voedselbank. Ja, de dieren zijn al een paar keer besproken. Want er zijn mensen die zeggen, ja, samen jullie ook in voor dieren? Dat doen we niet actief. Alles wat binnenkomt gaat naar de dierenvoedselbank, als ik het goed heb begrepen. Maar er komt dus wel het een en ander binnen. En we hebben nu gewoon, er wordt een hond gedoneerd. Wat leuk. Nou, die wordt niet gedoneerd, oh, wat hoor. Wat jammer. Bruce, de kok van het dierenasiel Julia Laantje in Rijswijk. Ik ken je, dus het is, ik zit je natuurlijk te pesten. Jij komt wat doneren, maar je komt ook even reclame maken voor een ander heel mooi doel. Tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, jullie helpen ons vaak met onze acties. Dus, Nee, je is ambassadeur, toch? Ja, precies. Daarom. Dus... En daarom, als jullie nu als TV West een andere actie doen, dan mogen wij wel wat terug doen. Dus, we gaan gelijk beginnen. Dan gaan we het nou over jullie actie katjes hebben. Erop bij me. Veel toepasselijker kan het, geloof ik. Heel katjes goed. Erop. Katjes erop. Ja, heel goed. Katjes ja, erop, want dat is en hondjes jong. Hebben er ook interesse in. Als ik kijk naar de reactie van Snowy. Snowy is de hond die hij heeft meegenomen voor de mensen die het niet kunnen zien. Het is een husky, toch? Het is een husky, inderdaad. Prachtig beest. Ja, ontzettend zacht, lief beestje. En ze is ook heel zachtaardig. Ja. En helaas zit ze nog wel bij ons in het asiel. Want ze heeft een broer waar ze echt verzot op is. En die moeten echt samen een thuis krijgen. Dus mocht er iemand denken van, ah, dat is toch een prachtig dier, zo'n husky. En ze is lief. Dus je krijgt er wel twee. Je krijgt daar er eentje bij. Ja. En het zijn fantastische dieren. Maar is die broer net zo lief? Die is ook ontzettend lief, alleen die is wat drukker. Zij is wat rustiger. Het is echt een mannetje. Ja. Hey, maar waar ik het over wilde hebben, over jullie goede doel. Aanstaande zondag, Cats by Night, de allerlaatste keer. De allerlaatste keer dat wij Cats by Night houden. Want we willen volgend jaar een ander evenement op gaan zetten. Maar we gaan het nog één keer proberen om nog voor de kerst zoveel mogelijk katten thuis te geven. Want ja, ook wij hebben de kerstgevoelens, zoals jullie... Ja. Voedsel verzamelen. Bij ons gaat het heel goed. Als het bij jullie ook zo goed gaat, dat zou mooi zijn. Het idee voor de mensen die Cats by Night, ondanks het feit dat het de vijfde keer is, nog niet kennen. Wat houdt het in? Het is een speciale avond, aanstaande zondag, van 6 tot 9. Ja. En we hebben allerlei activiteiten. Loterij, je kan in de knuffelhoek met de dieren. En op die manier proberen we zoveel mogelijk potentiële baasjes te trekken om zoveel mogelijk katten toch nog een thuis te geven. Maar niet de honden. Hoeveel hebben jullie er dan? We hebben op dit moment een stuk of 50 katten. Wow, 50. Die zullen niet allemaal een huisje vinden voor de kerst. Nee, dat is ook nog nooit gelukt. En we hebben altijd een paar katten die nog ter controle moeten blijven. Maar elke kat die een thuis krijgt, is goed. Maar mag je dus niet langskomen voor honden dan die tuurlijk avond? Tuurlijk wel, tuurlijk. De katten die staan centraal. Want we hebben ooit is dit ontstaan omdat we echt te veel katten hadden in het asiel. En dan moesten we gewoon ruimte vrijmaken. Maar inmiddels, de vijfde editie, doen we het gewoon omdat we het een goed idee vinden. Cats and dogs, bijna. Maar als jij Snowy ziet op die avond, ja... mag er meenemen hoor, als het maar je krijgt dus die broer erbij, nogmaals, voor de duidelijkheid. Er wordt zelfs een weekend duinruil verloot bij de loterij, weet ik. Klopt, er worden mooie prijzen voor gedaan, natuurlijk. Fantastisch. Mooie prijzen verloot, maar wat ook nog aardig is, want ik weet dat mensen ook zeggen, we hebben het natuurlijk steeds ook over geld in verband met de voedselbank. Een aanschaf van een dier is best wel prijzig. Ja. Het is ook goedkoper om die avond een kat in huis te halen. Normaal gesproken kost het adopteren van een dier €95... Om toch een beetje die extra stimulans te geven om gewoon eens langs te komen en te kijken, hebben we het verlaagd naar €75. Ja, en daarvoor zijn ze ingeënt, ontwormd, de hele mikmak. Helemaal gezond en tiptop in orde. Je weet precies wat je krijgt. Ja. En dat is het voordeel van een asieldier. Nou, ik hoop echt dat zoveel mogelijk cats, maar ook dogs, gewoon een huisje vinden. Aanstaande zondag dus het dierenasiel Julia Laantje in Rijswijk. Tussen 6 open. En... 9 s'avonds. Klopt. En dan is het gezellig verlicht ook nog, hè? Want het is uiteraard natuurlijk donker. En muziek. Ja, we maken een gezellig boel van. We maken er gewoon een feest van. Een en al feest. Nou, ik hoop dat deze dame ook... Ze gaat volgens mij net lekker liggen en dan moet ze alweer weg. Oh. Ja. Dankjewel voor de spullen, Bruce, voor de donatie. Ja, en tot zondag.